De verzekerden bij het staatsziekenfonds hoeven vanaf vandaag niet meer bij te betalen voor labonderzoeken. Het SZF heeft een overeenkomst bereikt met de laboratoria. Amar Ranjit Singh, de algemeen directeur van SZF, zegt dat met de laboratoria een tariefsverhoging van 60% is overeengekomen. SZF-verzekerden die in de afgelopen 8 weken een labonderzoek hebben gedaan, zullen het verschil van hun restitutie op basis van het nieuwe tarief alsnog krijgen. SZF, op basis van het overeengekomen tarief, het nieuwe overeengekomen tarief, de restitutie zal doen aan de mensen die de afgelopen 8 weken het CN-deel al hebben ontvangen. Dus dan krijgen ze het restdeel van het overeengekomen tarief, dus het nieuwe tarief. En degenen die nog niks hebben ontvangen en niet bij het SZF zijn geweest, mogen altijd hun restitutie indienen bij het SZF. SZF-verzekerden moeten nog steeds betalen voor bepaalde medicijnen. Daarom zal er ook gewerkt worden aan een overeenkomst met de apotheken, zegt Ranjit Singh. Daarom zijn we nu weer bezig, want dat van lab speelde. Dus nu gaan we volop werken aan apotheken. Geeft u me nog anderhalve week, want we gaan weer alles oppakken. Want de laatste 8 weken was alles wat de klok sloeg, is particuliere labs. De particuliere zorgverzekeraars hebben nog geen overeenkomst bereikt met de laboratoria.